Jaha, nieuwe aflevering van Vivo Valentine. We zitten er klaar voor. Helemaal, zeker. Maar echt, die Macron, die is yeah. gewoon herkozen. Wat, wat een verrassing. Wat een verrassing, hè? we hadden ja. het niet zien aankomen. Nee, helemaal niet. En wat nee. we ook niet hadden zien aankomen, en ik ben nu sarcastisch, uh, cynisch, <laughs> uh, is dat uh, het, de, het volk in Frankrijk het niet zou pikken. Mm -hmm. uh, de helft van de Fransen trekt Macron niet en is zelfs in staat om daarvoor op Marine Le Pen te stemmen. En uh, ik denk dat die mensen door hebben wat de uh, globalistische agenda is van uh, de WEF-trekpop Macron. En, uh, uh, en dat leidt gelijk direct tot rellen in Parijs, waarbij nu al, uh, tenminste, uh, voor zover ik weet, een aantal doden zijn gevallen, of tenminste mensen neergeschoten door de politie. Dus dat, uh, dat belooft wat voor de komende, wat is het, vijf jaar in. Uh... Vijf jaar, volgens mij. Vijf Frankrijk. jaar in Frankrijk, ja. Ja, ja. Ja, ja. Het was niet verrassend dat hij, uh, dat hij zou winnen. Um, ik vond wel. Of weet dat? Le Pen heeft meer stemmen gehaald dan de vorige verkiezingen. Nu staat het, ja. maar tussenstand op 42% ongeveer. Tegen iets van. Um, was het 51 of zo voor. Uh... Ik heb geen idee. Ik heb niet 29,5 heb ik gezien. Uh, versus 51 nog wat. 51. Ik weet whatever. Ja. Lekker belangrijk. Nou ja, dat is de, en, en de vraag is van, uh, die krijg ook wel vaak daarom, zou je nooit echt op ingaan van. In, in hoeverre vertrouw je de verkiezingsuitslagen uitslagen van verkiezingen in Frankrijk of in Nederland. Uh, is, is dit, is dit... Vraagstel is een beantwoording toch? Wat denk nou ja, jij? Nou ja, de, ik, ik zat daar vanmorgen over na te denken en ik dacht van ja. Ik kan moeilijk stellen dat ik daar niet in geloof. Anders moet ik de politieke partij waar ik lid bij ben toch niet meer zo serieus gaan nemen, denk ik. Ja, nou ja, laten we. Ik, ik heb bij dit soort dingen altijd um, zoiets van hoop voor de best, expect the worst. Weet mm -hmm. je wat is het expect the worst, hoop voor de best. Mm -hmm. Laten we hopen dat er geen fraude is. Als dat wel zo is, uh, dan verdient dit hele systeem om nog voor morgenochtend af te branden tot op de. Op, tot op het bot. Weet mm -hmm. je. Ik bedoel, als, als ons uh, democratisch systeem, waar ik al geen hoge pet van op heb. Mm -hmm. uh, weet je, ik, ik, het klinkt heel raar, maar in Nederland heb je bijvoorbeeld gezien dat vooral D66 heel erg bezig is geweest om die referenda af te schaffen. Weet je, en zo dat raadgevende referendum over Oekraïne, weet je, de, de, al die shit werd afgeschaft. En dan heb ik zoiets van, ja, als het allemaal corrupt is, hoef je het niet af te schaffen. Ja. Weet je, dus mm -hmm. dan, dan heb ik zoiets van, ja, misschien aan de andere kant. Ik kan me ook gewoon bijna niet voorstellen dat um, de VVD zo groot is als het is in Nederland. Ik kan me niet voorstellen dat Macron. Nog een keer vijf jaar lang premier wordt na dat we, en zelfs nog voor corona, dat we week na week, na week in Parijs de gele hesjes hebben gezien, waarbij echt honderdduizenden mensen de straat op gaan om gewoon een onvrede te houden. en helemaal niet alleen in Parijs, maar dat was overal. Uh, dat werd door, door mainstream meeste media redelijk genegeerd, over het algemeen. Mm. Um, en, en daar kwam ja, weet je, daar komt corona nog eens overheen. Waardoor iedereen is gaan nadenken over van wat is nou hier de achterliggende gedachte. achter het uitrollen van deze griepenangst. En, um, en vervolgens uitkomen bij, weet ik veel, uh, commerciële belangen bijvoorbeeld. die vertegenwoordigd worden door het World Economic Forum. Mm -hmm. En dat. Ja, ik bedoel, Het wordt openlijk gezegd. Ook door forum in, uh, in ons kabinet. Weet je, dat wordt op, op YouTube staat het. Het is gewoon. Het is moeilijk om niet in aanraking te komen met dat soort ideeën. Mm -hmm. Volgens als, als het idee er helemaal is. Je kunt het niet, niet meer denken. Je kunt het niet ondenken, als het ware. Het is. Um... Maar, maar de vraag is natuurlijk in hoeverre mensen daarin in, uh, meegaan. Ik denk dat iedereen wel na het verhaal van de van het WEF heeft gehoord. Er wordt ook gewoon ja. mainstream-artikelen geschreven. Maar de vraag is. Um, Geloof je het uh, en durf je een andere keuze te maken? Um, ik, denk dat, ik denk dat het. Ik denk, en misschien gaan we het zo meteen over hebben. Ik denk nog mm. dat er een, een wat groter uh, fenomeen gaande is. En dat de meeste mensen. Uh, ik, ik denk dat de verkiezingen eerlijk verlopen. In die zin dat het niet vanuit een centraal orgaan wordt gestuurd. Van deze partijen moeten nu winnen of boven gaan. Uh, er yeah. wordt natuurlijk wel heel ge, gefraudeerd met propaganda. V bijvoorbeeld dat. Ik vind het heel storend dat de. Um, communicatieafdeling van elk ministerie gewoon communicatieafdeling van de VVD geworden is. Ja. En, en dat hun. Uh, dat het continu, continu in het nieuws zijn van de zittende politiek, dat doet namelijk iets met je brein en met je, het belang van die mensen en ja. hoe mensen naar die mensen, naar de politiek gaan kijken. En dus ook de uitkomst van de verkiezingen. Ja. En daarbij heb je een bepaalde. een ja, culturele opvatting waardoor mensen die op stembureaus werken. ik zou niet verbazen als individuen bepaalde stemmen misschien om geld, geld te verklaren of weggooien, wat dan ook. Ja, of omdat dat ze daar... gewoon heel erg tegen De Pen tegen zijn. Pen of, zijn of, uh, of, of tegen Baudet. Maar er zo'n haat, zo'n frustratie wegens die, jegens die mensen. Maar je kan je ook afvragen waar dat vandaan komt. Je werkt maar... toch bij een stembureau om de democratie te ondersteunen, niet om je, je politieke voorkeur door te drukken in het stemproces. Nee, maar mensen zijn verknocht aan hun politieke opvatting. Ik, ik moet meteen denken aan een collega uh, um, bij de gemeente Amsterdam... toen ik vertelde dat ik, dat ik wegga en ik ga stop bij de gemeente vanaf, uh, vanaf 1 juni. Eindelijk. eindelijk. En uh, ik vertelde over de podcast en wat ik daarmee aan het doen ben en zo. Ja. En uh, hij, 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 hij kent de partij, hij weet al wie ik ben, hij weet wat, wat ik met de OP doe. En hij zei... Uh, mm. Hij was heel geïrriteerd van ja. Nou, ik hoop dat je nul zetels te halen, zeg maar. Weet je wel? Ja. En dat is een gemeenteambtenaar. Maar de ambtenaren hebben ook gewoon een kleur. Want de mensen Tuurlijk, ja. die de podcast kijken en ook bij de gemeente Amsterdam werken, die mailen me ook wel. Eens, oh, ik wist niet dat je bij de gemeente Amsterdam werkt. En wat fijn dat er meer mensen anders denken dan, ja. zeg maar, de rest van de mensen. Dus maar ik zie collega's dagelijks hun politieke voorkeuren, zeg maar, uit, uh, ja. uitwerken. En niet eens bewust, denk ik. Want ik ben heel bewust van de politieke implicaties van bepaalde beslissingen. Maar zij denken dat gewoon, dat is gewoon wie zij zijn, zeg ja. maar. En uh, ik denk dat die mensen denken dat zij de wereld een gunst doen. als zij een paar meer stemmen ongeldig verklaren. Dus ik denk op dat niveau dat er zeker wordt gesjoemeld met verkiezingen. Maar ik denk niet dat, er een dat het WEF, zeg maar. het even op knopjes drukt en dingen uh, beïnvloedt. Nee, dat, um. dat ben ik met je eens. Um, laat ik zo zeggen: er zit natuurlijk een heel verhaal in die stemcomputers. Dat is in Nederland een ding. <laughs> het bizarre is dat uh, Rob Gongruijp daar jaren terug. Uh, al over aan de bel heeft getrokken. Ja, ik weet het niet. Het is akelig stil over dat onderwerp. Uh, we weten wel dat in, in Amerika is het, ligt het nog gevoeliger. Mm -hmm. uh, in Canada ligt het gevoelig. Dat bedrijf, wat uh, in Canada de verkiezingen waardoor Trudeau herkozen is. Uh, dat bedrijf, die, die uh, uh, eigenlijk die, die stemcomputer, dat systeem gefaciliteerd heeft, is daarna opgegeven direct na de verkiezingen. Nou, mm. dat is al heel raar. Mm -hmm. Dus wat dat betreft. Ik weet het niet, man. Misschien is er wel echt iets helemaal anders. Het zou het aan zou handen. kunnen, ja. En in Amerika moet ik, daar hebben we het ook nooit echt over gehad. Maar ik heb dat live te kijken. Dat doe ik meestal met de Amerikaanse verkiezingen. Gaan, yeah. uh, gewoon kijken als er stemmen binnenkomen. En ik ben om, geloof ik, zes uur s ochtends gaan slapen. Toen dacht ik van ja, oké, okay, dit is gewoon Trump klaar. Het is gewoon raar. Ja. En toen werd ik wakker en toen was er één keer Biden. Ja, ja, dat is raar. En toen zag je dat, nou goed. En dat was dan zogenaamde, de, 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 de late ballots die dan achteraf binnenkwamen. Terwijl. Bij al die andere steden waar de leedbellen als eerste geteld, zeg maar ja. na pas kwamen de, de, de stemmen van die dag nog, nog binnen. En goed, het is statistisch gezien gebeuren de hele rare dingen, en en, ja. en en daar zijn nog steeds rechtszaken over gaande, uh, um, dus ja, ik weet misschien dat daar nog iets uitkomt, maar ik vind, inderdaad, ik ben daar ik, ik blijf überhaupt altijd sceptisch. Ik kan niet zeggen dat het niet gebeurt of dat het wel gebeurt, ja. uh, uh, de, hoe in hoeverre het niet klopt, weet ik niet. Het zou me niet verbazen als er fraude. Gepleegd wordt. Dat zou me echt gewoon niet verbazen, omdat dat lijkt me dat de, de mensen die heel veel te verliezen hebben uh, uh, bij, bij een verkiezing, dat die wel op een of andere manier hun uh, ja, het paard waarop ze wedden, dat ze dat een beetje gaan. Dat doe je, je wat harder naar voren, mm -hmm. dat zou ik me kunnen voorstellen. Maar goed, het is lastig. Ik, ik, ik heb zoiets voor alsnog. Laten we ervan uitgaan dat het niet doorgestoken kaart is. Als op een gegeven moment er een, 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 iemand uit de school klopt en zegt van luister, het is, het is corrupt, bijvoorbeeld in Nederland... dan denk ik, dan heb je echt de pop aan het dansen. Mm -hmm. dan, gaat, dan, dan krijg je namelijk wel dat mensen de straat op gaan... en uh, gemeentehuizen in brand gaan steken. Maar laten we hopen dat dat niet aan de hand is. Nee. Nou, maar goed, laten we doorgaan met een onderwerp... wat we al eerder een aantal keer hebben... Um, ja, een beetje soort aangeraakt... Um, het gaat over, eigenlijk gaat het over depressie en over trauma en de rol van angst van de, um, van de afgelopen coronacrisis of de coronaperiode. En uh, we hebben een aantal hele interessante mensen voorbij zien komen. Matthias de Smet is natuurlijk veel in het nieuws geweest mm -hmm. met, um, um, met zijn verhaal over massa-vorming. Um, jij hebt vorige keer al genoemd, of misschien twee afleveringen geleden al... dat je bezig was met het lezen van een boek, dat heette... Uh, um... The Body Keeps the Score. Precies. Ja. Ik ben het ook gaan lezen. Ik ben bij hoofdstuk 13. Ik ben in ieder geval mm -hmm. het eerste gedeelte uit. Um, en ik dacht van, of eigenlijk het was jouw idee om hierover te gaan praten. En over het, het gegeven van de rol van trauma... Bij het maken van beslissingen. Mm -hmm. En dat, uh, ik denk dat dat zo'n gigantisch groot onderwerp is. Mm -hmm. waar zo weinig, uh, waar mensen zo weinig over weten. Um, dat boek is geschreven, overigens. De um, Body Keeps the Score. In het Nederlands heet het. het Trauma... Traumasporen. Traumasporen heet het en dat. Het is geschreven door Bessel van der Kolk. Een Nederlander die al sinds zijn studietijd in Amerika woont. Mm -hmm. Hij is uh, psychiater. Um, hier zien we een interview met hem in The Guardian. Um, en hij beschrijft in het boek eigenlijk heel veel verschillende cases van trauma. En um, ja, ik ben benieuwd waarom jij dit zo boeiend vond. Nou ja, om, om verschillende redenen. Sowieso ben ik het om persoonlijke redenen gaan lezen. Ik ja. vond mijn vorige keer dat, uh, dat ik het als tip heb gekregen om te kijken naar hoe ik zelf in elkaar steek. En ik ben mijn eigen geschiedenis en mijn eigen voorstellingen en mijn eigen patronen aan het onderzoeken, die me uh, vooral uh, in relaties heel erg tegenwerken. Uh, en eigenlijk is mijn conclusie van de afgelopen, eigenlijk wel weken, is dat ik in mijn jeugd emotioneel verwaarloosd ben omdat mijn moeder gewoon zelf depressief was en, en mijn vader in Amerika woonde ja. waren gescheiden en um, dus geen aandacht had om echt een kind op te voeden dus ik heb mezelf een beetje opgevoed en ik deed er altijd heel erg uh, ook een beetje stoer over zo van ja ik ben was heel jong zelfstandig en ik, ja. ik kon heel snel koken heel vroeg koken en met dit ik geval ik kon gewoon voor mezelf zorgen wat was ben... je toen je op jezelf ging wonen nou ik ging niet ik ging niet vroeg op mezelf wonen maar ik ging, ik ging zeg maar mijn moeder die was uh, die werkte als Verzorgende, dus die was altijd het late diensten. Dus ik moest mm. gewoon voor mezelf koken en voor mezelf bedruipen. En uh, ik was gewoon veel alleen of bij vrienden uh, die me, die me opvingen of mijn oma die me opving of zo. Ja. Mijn moeder had geen, zeg maar, geen aandacht om dingen met me te ondernemen. Om gewoon met ik wat spelletjes te spelen of naar de speeltuin te gaan of te zwemmen. Dat was eigenlijk al vanaf, ik denk al vanaf geboorte. Want tussen mijn vader en mijn moeder ging het dus niet goed. Dus zijn uiteindelijk heel vroeg. Gescheiden. Mijn vader, die is tot mijn achttiende, maar toen waren we dus lang weg, ook al uh -huh. is geweest. Ja. Yeah. En die, um, ik heb aan de hand omdat ik hierbij bezig was, hem ook laat gesproken. En die heeft echt ook een jeugd gehad. Die is, die is op zijn vijftiende thuis uitgegaan en is bij een pleeggezin gaan wonen. Um, en nou goed, dus die, die zat niet lekker met elkaar. Mijn moeder zat niet lekker met elkaar vanuit haar jeugd. En vervolgens kwamen ze samen en hebben ze een kind gekregen. Maar waren ze eigenlijk emotioneel niet in staat om dat echt yeah. te kunnen opvoeden? Is natuurlijk ook echt een ding. Van, de, van die tijd hmm. denk je niet? Want ik, sorry dat ik je in de reden val, hmm. maar ik, ik wist het namelijk niet van je. Ik nee. heb exact hetzelfde. Oh, oké. Okay. Maar ik denk ook dat het een generatie-ding is. Hmm. Dus wat je zag is dat onze ouders zijn van net na de oorlog. Ja. Nou, dat als je het hebt over kinderen die emotioneel verwaarloosd zijn, ik bedoel, je hebt een, een getraumatiseerde uh, bevolking na de oorlog. Weet je, iedereen had wel iets meegemaakt. Um, ja die mensen die dan bijvoorbeeld in de jaren zestig, of jaren zeventig, soort van bezig zijn, ook nog eens een keertje, gooi dat hele laat ik drugs bovenop, <laughs> uh, uh, en die moeten dan kinderen gaan opvoeden, weet je, die zijn daar helemaal niet uh, nee. uh, mee bezig nee. op die manier, los van alle uh, uh, emotionele stoornissen die ze zelf, jij zegt je moeder uh, depressie, nou heel herkenbaar, mm -hmm. um, maar ga, maar ga door inderdaad, ja, ik denk dat heel veel mensen dit hebben, zeker van onze generatie. Ja, zeker, en dat is dus ook waar dat boek over gaat en waarom uh, um, um, hoe zeg je dat? Waarom ik denk dat het heel belangrijk is, want het heeft namelijk zijn invloed op hoe we nu, is naar onszelf kijken, met elkaar omgaan, maar dus ook inderdaad de opmerking van ja, hoe kunnen mensen nou nog steeds stemmen op? Of hoe kunnen mensen nog steeds geloven in dit? Dat komt denk ik ook daar vandaan. Ja. En het boek gaat dus heel erg in over wat dus emotionele verwaarlozing doet met jou, uh, met jou. Zelfbewustzijn en jouw zelfbeeld. En eigenlijk ook het woord wat ik vorige keer noemde is persoonlijk leiderschap. Ja. En omdat je dus um, eigenlijk een beetje het gevoel krijgt, onbewust dat je dus waardeloos bent, mm -hmm. um, krijg je ontneem je jezelf ook het handelingsperspectief om zeg maar dingen te verbeteren. Ja. Dus je wordt een slachtoffer, eigenlijk. Uh -huh. eh? en, en, en onbewust. En veel mensen, uh, ik denk dat veel mensen, zeg maar, misschien die me kenden en dit verhaal nu horen. En, uh, weet niet wist dat ik hiermee mee, uh, struggelde, mm -hmm. die zijn ook vaak verbaasd. Ook als vrienden vertellen van, maar jij, maar je bent toch... En dan... Omdat je zo sterk ja. bent geworden. Om, ik heb heel goed geleerd zeg maar, om er overheen te gaan. Dus zeg maar, ja. ik heb heel goed geleerd om die gevoelens en emoties... en het ongemak weg te drukken en maar gewoon te gaan. En gewoon maar uh, de politiek in te gaan en gewoon maar voor groepen te gaan staan. En, maar eigenlijk ook wel een beetje... Um, Zeg maar de angst die daarbij komt kijken, elke keer weg te drukken. Maar ik weet niet hoe. Want in dit boek, um, The Body Keeps a Score, er worden heel veel verschillende cases van trauma besproken. Mm -hmm. En uh, wat jij nu omschrijft, dat komt heel erg vattig om dat kopje, de hechtingsproblematiek. Ja. Dus kinderen die uh, niet, bijvoorbeeld ouders die niet in staat zijn om uh, wezenlijk contact te maken met die kinderen. Die kinderen, die, die, die ervaren een existentiële angst. Want die zijn niet in staat om hun veiligheid uh, 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 gewaarborgd te zien worden door bijvoorbeeld hun moeder of hun vader of wat voor gezin. En dat 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 principe, die die hechtingsproblematiek, um, daarvan heb ik, want ik las dat en ik had echt zoiets van, wow. weet je. En het is heel erg logisch dat je zelf op het moment dat je geen veiligheid vindt thuis, dat je zelf die veiligheid gaat creëren. Mm -hmm. Dus het is logisch dat mensen die zoiets meemaken juist heel erg uh, oplossingsgericht en met persoonlijke verantwoordelijkheid aan de slag gaan... om, uh, om er maar voor zorg te dragen dat je die, die onveiligheid die je als kind mm -hmm. hebt ervaard... dat je die nooit meer tegen... Ik bedoel, mm -hmm. als, je eenmaal, als er een trauma is, dan doe je alles om daar vandaan te blijven. Ja, precies. En ja. De, ik, vind, ik vind die dynamiek... vind ik nou, Want ik zat dat te lezen en ik dacht van fucking hell, opeens begreep ik... Dat uh, waarom ik zo moeite heb met die hele pandemie en al die maatregelen die de overheid heeft afgekondigd. opeens was mijn veilige wereld, die ik voor mezelf heb gecreëerd de afgelopen 40 jaar. die hmm. bleek er niet meer te zijn, omdat de overheid als een soort dysfunctionele uh, uh, ouder. Uh, 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 naar voren treedt mm. en zegt: van luister, jij doet nu wat ik zeg. En dat is, je draagt een mondkapje, je doet dit en dat. En ik voel me daardoor bedreigd. En ik ben niet meer veilig. Mm -hmm. En dat triggert zo'n uh, uh, zo reactie. Mm -hmm. waarbij ik zoiets heb: van fuck, weet je? Dat is, nu gaan we op de dam staan en protesteren, whatever, weet je. Nooit met een mondkapje, yeah. weet je? whatever. Je gaat, je gaat heel erg rebelleren daartegen. Yeah. En yeah, ik heb het yeah. idee dat yeah. niet alleen wij... maar ik, ik denk gewoon heel veel mensen die, die Nederland opeens... of Nederland, dit speelt in heel veel landen natuurlijk... maar die yeah. opeens de wereld als onveilig hebben ervaard door corona... Of doordat ze er een gevaarlijk virus is, tussen aanlegstekens, wat dodelijk is. En als je dat oploopt, dan ga je eraan. Of omdat de overheid opeens een totalitaire rol los... Het maakt niet uit wat het is wat je triggert. Maar het speelt in op dat trauma wat je hebt. En daardoor uh, uh, ja, ben je niet meer in staat rationeel te denken. Ja, precies. Ja, dat is inderdaad de kern. Inderdaad. Dus men, het het uh, beoordelingsvermogen van mensen verdwijnt. Van een aantal dingen wat hij, hij beschreven. Het heet dus de body keeps a score. Het idee is dat. Je trauma dus in je lichaam opslaat. Er ja. zijn inderdaad heel veel interessante cases van hoe dit dan kan gebeuren en het een ouder of ouders of caregivers, um, hoe noem je dat, verzorgers die ja. um, net niet helemaal in contact kunnen staan met hun kind. Dat, dat, dat is er één van. Maar je, uh, je hebt natuurlijk misbruik en mishandeling en dat soort zaken. Het zijn allemaal manieren om trauma uh, te, uh, op te lopen die uiteindelijk in je lichaam gaat zitten, waar mensen ja. niet bewust van zijn. Dus wat ik, wat ik zelf ook merk is dat in dat moment van Eigenlijk als die existentiële angst weer opkomt... die je dus in je jeugd hebt ervaren... omdat je denkt dat je ouders niet voor je kunnen zorgen... en je dus doodgaat. Want dat is de consequentie van ouders of verzorgers... die je niet kunnen verzorgen als kind, dan ga je dood. Ja. Dus er komt een hele grote, dreigende angst komt dan op. Zeg maar, dat voel ik nog steeds in, in mijn maag, zeg maar, als dat nu nog gebeurt. en uh -huh. Dat is wat hij dus stelt. Van, ja, het gaat zo in je lichaam zitten dat het niet meer een rationeel... Proces is en je ook niet op rationele manier uit kan komen. Ja. Dus je, ik weet heel goed wat er gebeurd is. Ik weet ook steeds beter gesprekken, ook met mijn moeder en mijn ouders, van oh, dat is hoe dat in elkaar zat. En dat, zo moet ik dat ervaren hebben als, als kind. Uh -huh. Maar dat lost het niet op. Nee. En hij stelt uh, dat het zoveel in ons lichaam gaat zetten, dat je uiteindelijk ook met je lichaam aan de slag moet gaan dat, om dat op te lossen. Uh -huh. Maar wat, wat het doet, ook wat, wat ik heel mooi, of mooi, wat ik heel treffend vond, is dat hij zegt van. We raken hierdoor... Als je contact met jezelf kwijtraakt en contact met je lichaam... dan raak je ook uh, het contact met, uh, met de wereld en andere mensen kwijt. En dat ja. is essentieel als mens zijn. Zeg maar. Het hele samenwerken, corporatie, handelen, onderhandelen... Um, relaties in het algemeen, dat is wat wij zijn als mens. En dat, dat, dat mankeert dus op het moment dat je een trauma oploopt. Ja. En uh, we gaan door de, daardoor uit contact. We gaan uit contact met onszelf. En we weten dus ook niet meer wie wij zijn en wat we zelf willen. En dat... Maakt het dus ook heel lastig voor mensen om keuzes te maken en, en feiten van fictie te onderscheiden. Want je, daar, daarvan moet je een eikpunt hebben, namelijk jezelf. En dat ben je kwijtgeraakt door, ja. door trauma. En, uh, dus we worden, we worden daardoor, dat noemt, noemt u, oppositioneel. Mm -hmm. Dus we gaan van nature gaan we ageren tegen dingen, omdat we gewoon inderdaad, we zijn niet veilig. Dus dan kan ja. maar niks, zeg maar. Dan, ja. maar. dan maar terug gaan duwen. En uh, wat hij ook zegt, dat we dus geprogrammeerd raken... om anderen als een bedreiging te zien en onszelf als hulpeloos. En ik vind eigenlijk maar dat, dat is exact wat er in coronatijd is gebeurd. Nee, dat is, dat is dus interessant. En, en ik was van de week dus, omdat ik, omdat ik dat boek aan het lezen was... kwam Matthias de Smet weer voorbij en <laughs> ik ging die... Zijn um, interview in de Nieuwe Wereld met Marlies Deks en Verbrugge, die filosoof. Yeah. Over wat er nu gebeurt. Want hij. Dat is hij, de nieuwe, want hij, was, hij, hij is een aantal keer. Geweest. Nee, dit is een oude. Dus oh, het de oude is dus, dus, dus de allereerste. Die, ja. Voor mij is het de eerste van een jaar geleden. Oké, okay, ja, ja, ja. En hij stelt er ook in. Uh, um, um, hij zegt, want daar gaat het. net over die massa-vorming had hij het over. Ja. Yeah. En hij zegt, want hij zegt: We zien nu uh, het, het idee van massa-vorming uh, gebeuren. Dus dat. Dat er, onder, um, uh, dat er een soort van collectief, ja, hoe, wat, is, wat is het precies beschrijving van massaformation? Massa ja, van... massaforming noemt hij het. Het, ja. is, een, het is inderdaad een, 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 ja, een collectieve psychose waar, waar je in terechtkomt. Ja, en, en, ja, precies. En, en, en uh, hij zegt dus ook van ja, op het moment dat dat gebeurt, dan uh, wordt ons oordeelsvermogen ernstig belemmerd. En hij zegt, de, 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 er moet wel een bepaalde voedingsbonum zijn voor uh, massa-vorming. Massa <clears throat> en die, die voedingsbonum is, hij noemt dat geloof ik, uh, uh, onbestemde angst, de, depressiviteit en gebrek aan zingeving in de maatschappij. Ja. En hij stelt, dat is precies wat we zagen voor corona. Ja. Voor corona zaten we al in een situatie waarbij heel veel mensen depressief waren. Jij hebt een keer een, een, we hebben het een keer over gehad in, in, een, in een podcast over hoeveel dat was. Hij stelde. Dat er in België 300 miljoen doses per jaar aan antidepressiva worden gebruikt. Ja. Toen kwam Marlies Dekkers met de opmerking: van ik heb, um, in Nederland zijn het 1 miljoen mensen die aan de antidepressiva zitten. En toen maakte hij de opmerking van: ja, dat is, dat, noemt hij, dat is point prevalence. Dat betekent op één meetpunt genomen. Ja, dus het al, zijn er veel meer. Dus als je het hele jaar zou kijken, heb je ja. instroom en uitstroom, zijn het er waarschijnlijk veel meer, zei hij. Ja, ja. en dat is iets wat. wat wat, wat Bessel van der Kook ook in zijn boek zegt. Ja, dit is de ongeziene epidemie. Ja. Hij stelt dat de twee derde van de mensen last hebben van twee derde, twee derde van, 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 de alle mensen, van alle mensen. Alle mensen hebben de een trauma opgelopen ja, en struggelen jeugd. met angststoornissen. Met angststoornissen. En dat is, nou goed, dat, dat is denk ik ook wat je ziet in die cijfers van CBS, waarbij uh, daar komen ze op de, op de helft van de mensen uit, zeg maar, die een bepaalde stoornis hebben. Ja. En de vraag is hoeveel mensen komen er uh, mee naar voren? Want ik merk aan mezelf wat ik vaak denk dacht in ieder geval van deal we dit een je verder gaan zeg maar ja. want je want je je denkt dat het hoort of zo je hebt gewoon geen goed nou, dat dat kan je ook heel lang volhouden mm -hmm. totdat je het niet meer kan volhouden of totdat er iets gebeurt wat erop waardoor de situatie verandert waardoor het niet meer vol te houden is mm -hmm. en ik kan me voorstellen dat corona zoiets is en ik kan me ook voorstellen als mensen um, gewoon bang zijn om dood te gaan. Dat het idee dat er een dodelijk virus rondgaat. En als je ook maar een stap buiten de deur doet. En er is dan zo'n wappie die niet zijn mondkapje opzet. <laughs> dat, dat je een, een wisse dood te gaan moet gaan, yeah, weet je? Dus yeah. Ik kan me voorstellen dat die. Ik bedoel, daar heb je die hele fundamentele primaire angst om dood te gaan. Heb mm -hmm. je daar al. Dat is wat hij omschrijft inderdaad. Van ja, dat, dat uh, uh, als je daarmee te maken krijgt. Dan gaat je lichaam gaat direct. Ik bedoel, de, de cortisol en de adrenaline wordt aangemaakt. En, dat yeah. is leuk als je, uh, weet ik veel, even moet rennen uh, uh, voor de bus... of aan de kant moet springen omdat er een fietser langskomt. Maar dat is niet leuk als je dat twee jaar lang dag in dag uit moet ervaren. Ja, maar dat stelt u ook inderdaad. Dat, dat de reactie uh, is lichamelijk en dus ook geprogrammeerd. Dus je gaat inderdaad heel veel adrenaline en cortisol aanmaken... wat echt funest is voor je, voor je lichaam ook... maar ook voor je geest en je mentale gezondheid. En dat ja. blijft dus... Dat heeft hij onderzocht in trauma-gevallen... dat dus mensen die dat trauma herleven. doordat ze triggers meemaken in het echte leven. dus ook weer net als die dag zelf, zeg maar in dat moment. Dus het lichaam doet hetzelfde, reageert hetzelfde. de schade ja. is precies hetzelfde. de hersendelen die oplichten. Op het moment van trauma. als het herbeleven van trauma zijn precies hetzelfde. Je lichaam maakt geen onderscheid. En dat is. Ja nu ik zeg het woord trigger moet ik wel aan denken dat is iets wat natuurlijk in de online community ook in onze Telegram groep, vaak wordt gebruikt als mensen triggered zijn ja. het, eigenlijk moet je daar dus anders, anders mee omgaan zeg maar want er gebeurt dus iets hij wordt dus geraakt in een bepaald trauma en ik ben het eens dat mensen daar persoonlijke verantwoordelijkheid voor moeten nemen maar ik vind het ja ik weet niet ik denk dat maar de vraag is kunnen ze dat ja. je, ik vind namelijk ook dat je daar uh, weet je net als dat je verantwoordelijk bent voor de andere omstandigheden in je leven ben je ook uh, verantwoordelijk voor je eigen geestelijke gezondheid. Dat maakt het nog niet makkelijk. Weet je? Dat maakt het nog niet zo dat niet twee derde... of de helft of wat het ook is... van alle Nederlanders... Uh, uh, angststoornissen ervaart. En dat uh, corona daar... Een, een, een vliegwiel effect in heeft gespeeld. En nogmaals... het kan van beide kanten. Het kan zijn dat je bang bent voor corona... of het kan zijn dat je bang bent voor de overheid. Beide is, uh, uh, heeft dezelfde grondslag. Waarschijnlijk. Mm -hmm. Ja, en... en, en... Uh, het is dus ook, niet, het is dus ook dus een, een traumatiserend, uh, een traumatiserende gebeurtenis. Maar daar los daarvan is er dus al heel veel trauma aanwezig. Waardoor dit gewoon zeg maar, extra heftig wordt, wordt, uh, wordt ervaren. Ja. En ik denk dus dat, want ik vind het echt verbazingwekkend. Dus het aantal mensen wat hij last van heeft, heeft, is zo groot dat hij ook zegt: het is de ongeziene epidemie. Ja. En, en als, als dit, en dit boek komt uit 2014, hij zegt mm. als we een ander andere dreiging hadden, zeg maar, wat zoveel mensen zou beïnvloeden, dan zou het in elke krant staan, zeg maar. Ja. En hier hoor je niks over. Ja, en, dat is bizar. Ja. En je ziet nu natuurlijk met, met, met nou goed, je hebt het nu gezien met corona, wat, wat meer mensen raakt, wat echt dag in dag uit op de televisie was, uh, dat krijgt mega aandacht. En dit niet, en hij stelt ook dat, dat is politiek gezien heel, heel erg interessant, van de kosten die hiermee gemoeid gaan, um, zijn gigantisch, zeg maar. De mm -hmm. kosten voor de gezondheidszorg, niet alleen maar geestelijk, maar ook gewoon lichamelijk, want dat heeft met elkaar verwantschap, maar ook de mensen die in uh, de gevangenis zitten. Weet je, het, kom, het, kom, het komt allemaal uit eenzelfde soort trauma. En ja. ik, ik, je hebt dus ook in libertarisme een beweging dat heet het abolitionisme, en dat is uh, het afschaffen van zeg maar het gevangeniswezen, omdat mensen geloven dat het niet je moet die mensen niet als criminelen gaan behandelen, maar dus als slachtoffers van een traumatische ervaring. En goed, en ik wil niet, ik vind dat klinkt, ik vind het ook ver gaan, want je ontslaat mensen denk ik ook een deel van hun verantwoordelijkheid maar er zit wel een ik, ik geloof daar heel erg in ik geloof dat gevangeniswezen niks oplost zeg maar hier je houdt mensen misschien weg voor een tijd ja. maar ze komen terug vaak niet Gerevalideerd om wat ze maar gewoon... de samenleving moet daar klaar voor zijn. Je kunt niet cold turkey van de een op de andere dag dat denk ik wegnemen. Dat nee. wordt dat wordt een bloedbad, <laughs> maar uh, er zijn hele mooie voorbeelden van, uh, uh, van met name in in Afrika en uh, de inheemse Indiaanse uh, Indianen in in Amerika in Noord-Amerika die van die gebruiken hadden. Um, dat als iemand iets geflikt had, dan werd die, mm. uh, dus ging de hele, het hele dorp Boutu. Ja, die ging bij, kwam bij elkaar en dan stond die persoon in het midden en er werd er gezegd hoe fantastisch die was. Ja, ja, ja. Dus dan werd hij weer helemaal opgenomen. In die, en er was ook een gezegde... en ik weet niet meer wat het is, maar het was ook een of ander Afrikaans gezegd. En dat ging over, als een kind uh, de warmte van het dorp niet voelt, zal hij het in de fik steken om het toch te voelen. Mm. En dus dat is, als je dat niet doet, dan wisten ze donders goed, uh, je krijgt het als een boemerang terug. En, dat, uh, en ik denk dat dat waar is, weet je? Dat is. Dat is ook werkelijk zo. En ik denk als je vanuit die gedachte naar de gevangenis gaat kijken. Ja, tuurlijk. Het is natuurlijk, is stuk fucking vreselijk. Weet je? Ik bedoel, iedereen die in de gevangenis zit, is letterlijk de samenleving uitgespuugd gewoon. Mm -hmm. En ja, misschien hebben ze dingen gedaan die dat ook wel uh, um, soort van goed praten. Ja. Ik weet niet, het wordt heel erg lastig als je. Maar het probleem is dat je in een in een getraumatiseerde samenleving. Er uh, zijn allerlei dingen opgebouwd om te dealen met mensen die doorbranden. Um ja, weet je, in Amerika is het nog erger dan hier. Weet ja, je, dat, ja. dat is gewoon het hele ding, weet je. En voeg daarna ook nog eens een keertje de geweldscultuur die je in Amerika meer hebt dan dat je die hier hebt. Het begint hier ook te veranderen, maar daar is het nog meer. Dus ja, weet je, dat zagen we al laatst bij die schietpartij in de metro. Weet je, die jongen hmm. die, die, die dat gedaan heeft, die is gewoon... Die had al 37, weet ik veel, vergrijp op zijn naam ja. staan. Een lange geschiedenis van psychische problemen. Ja, en dan schiet hij een keertje in de metro en dan, dan komt hij nooit meer de gevangenis uit. Dan is het klaar. Dus dat, um, maar goed, uiteindelijk inderdaad het feit dat je dat je te dealen hebt met. Um met een groot deel van een meerderheid van de bevolking die een angststoornis heeft, mm -hmm. en dat je eigenlijk geen manier hebt om dat op te lossen. Want dat is natuurlijk het andere uh, aspect van dit boek dat hij zegt van ja, je kunt wel zeggen van uh, uh, je kunt wel zeggen van twee derde van de mensen die hebben dit probleem, of, of weet ik van de helft. Maar hij zegt van ja, het is eigenlijk weten we niet zo goed wat we moeten doen. Weet je, ze kunnen, uh, ik bedoel de medicijndoorbraak is belangrijk geweest, weet je, je hoopt iedereen aan de antidepressiva en dat dat helpt. Maar het lost geen probleem op. Nee. Het dempt de, uh, hoe noem je dat? De, de uitspattingen. Ja. Het dempt de, de, de uh, hoe zichtbaar het probleem wordt. Maar het probleem wordt niet opgelost. Nee, en, en daarom is het interessant om daar uh, daar in te duiken. Want er zit dus een heel groot persoonlijk component aan vast. En in twee afleveringen terug zei ik van uh, de scheuren in onszelf lopen synchroon met de scheuren in de samenleving. Dus er zit er zit, politiek gezien is het lastig om het op te lossen omdat het heel erg vanaf vanuit het individu moet komen en ik denk dat de um, ik vond het grappig wat Matthias Smet die had nog, nog een aantal oorzaken waarom we dus zeg maar die dat sense of self zijn kwijtgeraakt. en dus ja. en dus ook de handelingsperspectief en uh, wat ook wel weer raakt aan uh, zeg maar de politieke discussie die we vaak hebben en dat hij zegt door Industrialis industrialisatie en uh, centralisatie ook dat wat ik daaraan uh, dat noemde hij niet, maar dat zo, zo noem ik dat van dus dat je veel meer arbeidsdeling hebt en dus steeds minder ziet wat het effect is van jouw werk op het welzijn van jouw medemens. Yeah en je dus niet het idee hebt dat jouw werk zeg maar zin heeft, zingeving heeft... Mm -hmm. uh, denk je dat je een bullshit job hebt. En misschien dat heel veel werk ook in de ook maatschappij bullshit jobs zijn. Daarom, ja. uh, Maar dat draagt dus ook bij aan het gebrek aan zingeving... en het, het gebrek aan eigenwaarde en dus uh, uh, ja. um, iets, iets kunnen doen. Dus ik de, denk ook dat schaalvergroting daar heeft dus daar ook weer een, een rol op zeg maar. dus heeft. Hoe groter je gaat, zeg maar. Um, ik had het vorige keer over de li Little Big Farm, zeg maar, waar, waar mensen... Zelf nog op een redelijke schaal van de kraam... zeg maar, een, een boerderij neerzetten en op een goede, natuurlijke manier voedsel verbouwen. Ja. Um, ja, je ziet direct wat er zeg maar, het effect is uh, op, op, op de natuur en, de, en je medemens. Ja. Ja. Maar als je ergens bij hun leven werkt, dan zie je dat niet. En de vraag is of wat ze daar maken goed is gezien. Ja. Een hoge suikergehalte, wat ook weer effect heeft op, op onze mentale gezondheid. Um, dus ik vond dat een inter interessante inter 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 discussie van ja, in hoeverre. Um, want zij maakten dat een aanklacht richting zowel communisme als neoliberalisme. Ja. Dat zeiden ze bij Matthias Smed en Antwerp Brugge. we ja, moet, moet dit naar iets nieuws gaan. En ik dacht bij mezelf: ja, misschien is het na het wel een aanklacht op neoliberalisme. Maar zou dus onze oplossing van decentralisatie. en meer dichter op de mens, menselijker uh, bedrijven organiseren. dus ook helpen bij het, het terugbrengen van zingeving. Maar daar moeten we dus naartoe gaan: dat, we, dat, dat mensen weer zingeving krijgen. En dat begint dus bij het onderzoeken van, ja, wat, wat heeft mijn jeugd eigenlijk teweeggebracht? Wat zijn de mechanismen en patronen die ik daardoor heb ontwikkeld? En welke van, daarvan helpen mij en welke daarvan helpen mij niet? En dat is wat ik nu dus zelf heel erg aan het doen ben. Want ik word steeds bewuster van bepaalde mechanismen waar ik vroeger niet bewust van was. Mm -hmm. uh, ik ga door het boek ook meer yoga doen, want dat schijnt te helpen om dus meer bij jezelf Ja, ik heb te ook zeker nog nooit in mijn leven yoga gedaan. Ik ik, afgelopen ik twee yoga. weken toevallig ben okay. ik echt ben ik, ben daar goed bij meerdere uh. yogalessen geweest. En ik ja, ik merk het dus ook wel. Want ik merk dus ook dat, dat, dat wat mijn haptotherapeut een keer zei... Van, je kan zo goed uitleggen wat er met jou gaande is, wat er gebeurd is... maar mm. ik heb het idee dat je hier leeft. Ja. Dus zeg maar, je hebt nog een heel lichaam eronder zitten. Ja, ja tuurlijk. Dat, en dat is ook wat hij zegt natuurlijk. Dat is precies wat hij zegt ja. inderdaad. Maar ik, ik, ik begreep het toen niet helemaal. Het is een paar jaar geleden alweer. Want ze zei toen, voel je je billen als je praat, zeg maar, op de stoel, zeg <laughs> maar. Voel je dat je zit op je billen zeg maar, als je praat? We hebben te gemakkelijke stoelen hier natuurlijk. Wat zeg je? We hebben te gemakkelijke stoelen hier. Hoe bedoel je? Nou, ze zitten lekker, dus je voelt niks. Nee, precies. Nee, maar ja, maar ik, denk dus, ik vraag me dus af of, dat, of je niet altijd dat, zeg maar, een soort van dat hoort te, te, te merken. En, nou goed, door yoga inderdaad. Ik, ben, ik, ben ook, ik heb vandaag gezegd tegen mijn vriendin van ja, ik wil echt uh, deze week en de komende tijd heel veel uh, yoga gaan doen. Ik ben echt heel nieuwsgierig op wat dat ja. voor een effect uh, gaat, uh, gaat hebben. Maar Matthias de Smet die zegt van ja, door vervreemding uh, en gebrek aan zingeving... gaan we dus ook op zoek naar een externe vijand. En dat is dus wat ook nu samenkomt met corona. Je hebt het eerder gezien. En Oekraïne. En Oekraïne, maar ook, uh, hij had het ook over, of tenminste dat als brug dan, over de identiteitspolitiek, zeg maar. Weet je. Ja. Dus het, het, het niet hebben van een identiteit, wat dus voorkomt uit dezelfde trauma, het maakt niet uit wat voor kleur je hebt, waar je vandaan komt. Iedereen heeft dit, zeg maar, of 6% heeft dus zeg maar dat trauma vanuit dat mm -hmm. oogpunt. En de oplossing ligt dus bij jezelf en niet bij een externe vijand. Maar het is veel makkelijker om te wijzen ja. en te zeggen van ja, maar het is hun schuld. Ja. Ik ben ongelukkig, want zij, puntje, puntje, puntje. Ja, dan hoef je zelf niet door de, door de moeite heen en door de angst heen en door de, ja. het, 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 jezelf confronteren, ook vaak met schaamte en ook ideeën die je waarschijnlijk heel je leven al hebt um, gecultiveerd. Zeg maar. je, moet, je moet ook dingen los gaan laten. En dat, is voor mij, ja. dat is voor mij het allermoeilijkste. van ooit. Ik dacht dat dit zo was, maar dat is, het is toch niet zo. En wat jij vaak noemt is, uh, dit is ook wat, wat zij ook zeiden, in de Tweede Wereldoorlog gebeurde, zeg maar. Dus het, ex, het creëren van, ex, van een extern vijandbeeld. Ja. En de hyperfocus is dus van een eigenlijk. Uh, en het is, ik koppel nu zelf dat, het boek van Bessel van der Kolk... en het, de lezing van Matthias de Smet. Um, um, in, in, want wat hij stelt, zeg maar van. Uh, ze zoeken dus een hyper. een vijand, zeg maar. Ze zoeken een. een, 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 een Behapbaar probleem mm -hmm. um, waar de politiek naar kan wijzen. Zo van ja, dit is hier aan de hand, het is corona, het, ja. is, uh, het zijn de joden, het is de, de, het, het witte partijgegaat of zo. Um, terwijl het probleem dus in jezelf zegt, en veel breder, veel breder is. Um, ja. en, en, maar hij zegt, het probleem dus met massavorming is dat men dus de politiek vaak voorop de, gaat wijzen naar. Um, dat is trouwens niet, dat zeg ik, de politiek voorop, want hij stelde: is, is het de massa? Die dit uh, doet en de politiek volgt, of is de politiek en de massa volgt. Mm -hmm. uh, ook met betrekking tot corona, zei je namelijk dat in eerste instantie Rutte en Boris Johnson bijvoorbeeld, ook zeiden: Van we gaan voor groepsimmuniteit. Ja. En toen kwam er angst vanuit de samenleving. En toen, is het, is het, toen zegt hij: Is het misschien wel gedraaid? Ja. Ik vraag me af of het niet gedraaid is onder. Um, invloed van het WEF. Maar beide kan ook. waar zijn hè. Het kan ook waar zijn dat zij uh, in eerste instantie nuchter waren. En dat klopt ook. Toen corona net uitbrak... werd het niet zo serieus genomen. En dat had gewoon zo door moeten gaan gedurende de hele pandemie. Maar ik denk dat um, um, het kan heel goed dat ze gezien hebben van wow, weet je, deze dynamiek werkt zo sterk. Um, in de peilingen vloog uh, VVD weer omhoog. Uh, ja, je hebt kans dat ze gewoon gedacht hebben van nou, misschien moeten wij op deze manier op deze voet verder gaan. Mm -hmm. uh, want het werkt als een trein. En ja. ik. Om heel eerlijk te zijn, de, de, de World Economic Forum heeft op een gegeven moment, niet lang geleden, een half jaar geleden, volgens mij, hebben ze een of andere bijeenkomst gehouden. Die was voor een groot deel virtueel. Was in Dubai, volgens mij, even uit mijn hoofd. En daar. Um, daar hadden ze het ook over dat er een nieuw narratief gecreëerd moest worden. Dus ik denk dat ze gezien hebben van wow, het, 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 het werkt wel degelijk uh, om op, op basis van angst proberen uh, de samenleving opnieuw in te richten. Dat, dat is natuurlijk wat ze willen. Um, alleen die angst, daarvan hadden ze altijd bedacht van we gebruiken klimaatverandering daarvoor. Nou, iedereen heeft ongeveer wel door wat een onzin dat is. En dan denk ik van ja dan uh, daar, daar is niet echt angst voor, weet je. Dat is het. is ook heel onzichtbaar, want ja het weer, weet je. Ik bedoel, het is gewoon een, een koude uh, aprildag of misschien een wat minder koude aprildag. Whatever, weet je. Maar niemand heeft zoiets van, nou dit is uh, dit, 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 hier is een groot <laughs> probleem, hoor, weet je. Uh, en dat is ook niet aan de hand. Dus ik denk dat klimaat zich daar gewoon niet niet goed verleend. En ze kwamen erachter uh, van, ja, nu komt uh, uh, corona langs. En het is een narrow window of opportunity, ja. zoals Klaus Schwab het zei, uh, om gewoon op die angstknop te drukken en die agenda eruit te rollen. En ik denk dat ze toen heel snel, iedereen die in die club zit, wakker uh, um, is geworden en dat is gaan doen. Ja, en dat is precies ook wat ze in bij, uh, de nieuwe wereldheid is. dat... Wat je dus krijgt op het moment dat, dat, dat er door politiek slash maatschappij. zo'n hyperfocus wordt aangebracht op, op een bepaald onderwerp. Ja. Uh, dan zie je dat de experts, de mensen, weet ik veel wie. Uh, die gaan daar dus die gaan mee in. Uh, nou, hij zegt in eerste instantie die hyperfocus. En wat dan volgt is een soort van roes. Ja. En dan ben je dus een hele um, ontvankelijke staat eigenlijk voor hypnose. En dat, dat is het proces wat hij schetste, zeg maar, wat in corona gebeurd is. Wordt ja. mensen in een soort van hypnose zijn gekomen van het heersende verhaal... hoe dat dan ook tot stand gekomen is. En inderdaad, de, de politiek en de experts... Die zijn daar sowieso zelf ook onderdeel van. Dus die zitten ook in die hypnose. En er zijn altijd mensen die daar inderdaad een bepaald financieel... of uh, weet ik veel wat voor gewin je daaruit kan halen. Dat, ja. dus daar, dat, en da, dat is ook wat hij stelt. Van, dus hij gaf ook antwoord op de vraag die wij vaak uh, stellen... van is het kwaadaardig of is het, um, domheid. is het domheid? En hij stelt dus dat er voor een heel groot deel maatschappelijke processen op zo'n onbewust niveau plaatsvinden... dat het gewoon... Men gaat er gewoon mee. De, de keurken op het water, zoals ja. um, Hayek dat zei. Nou, het is uh, uh, inderdaad... Ik denk wat dat betreft... Um, uh, er staan wat tips in dit boek... maar ik heb zelf nog een andere podcast geluisterd... van uh, een, een neuro, uh, scientist van um, Stanford... die heet Andrew Huberman... Die is bij zijn eigen podcast. Hij komt regelmatig langs bij Lex Friedman en volgens ja. mij ook wel bij Joe Rogan en zo. Um, en hij heeft een podcast gemaakt over trauma en uh, behandelingen daarvan. En het is interessant omdat er namelijk heel veel verschillende, uh, hij gaat eigenlijk ook een beetje verder op dit, dit, dit boek is een, uh, is een standaardwerk geworden. Uh, maar ze zijn bijvoorbeeld nu heel erg aan het experimenteren met verschillende soorten uh, recreatieve drugs, MDMA, uh, ketamine, uh, maar ook psilocybine, wat in paddenstoelen zit. Bijvoorbeeld. En daar, um, daarvan heb ik heel erg het idee dat dat uh, best wel eens goed zou kunnen werken. Omdat het doel is namelijk dat je toch nieuwe, um, eigenlijk oude ervaringen dat je daar andere verbanden in mee gaat leggen. En dat, uh, dat kan met drugs heel erg goed. En de vraag is een beetje van ja, hoe, ziet hoe ziet dat eruit? Hoe moeten mensen dit gaan doen? En het vervelende is van ja, als je nu, stel je voor, je kijkt dit en je hebt te maken met angst, uh, met een angststoornis. Of met, met, met een soort, met heel, met heel hoge stress, bijvoorbeeld, of paniekaanvallen, weet ik wat. Um, nou goed, dan is die, die, die dan vond ik die Andrew Huberman uh, podcast, omdat het zo. zo Concreet is van wat kun je doen, en dat is heel goed, mm. en dat mis ik een beetje in het boek. Behalve dat er inderdaad staat: ga yoga doen, krijgen we een beetje een soort overzicht van de verschillende behandelmethoden. Ja, ik heb daar niet zoveel mee. Het kan mm. wel, weet je, maar goed, dat, dat... Ik, ik. Ben dus echt heel benieuwd. Zeg maar ik ben echt wel, want ik ben echt gegrepen door het idee dat, dus dat trauma in je lichaam gaat zitten en dat de over praten, zeg maar, een deel van de oplossing is, maar dat je daadwerkelijk, ik, her, ik herken het gewoon bij mezelf, dat zeg maar. De, de, het contact met je lichaam en dus uh, bijvoorbeeld heel onhandig zijn of zo. Want hij mm. schetst ook op een gegeven moment dat mensen met trauma, als je die een van: doe je ogen dicht en hier heb je een voorwerp of een ogenfleutel, yep. dat, dat ze het gewoon niet kunnen voelen. Zeg maar dat dat gewoon niet meer in hun motoriek zit en hun, motor, hun, hun motoriek verandert ook. Zeg maar, dus, maar dan heeft het trauma iets met die motoriek te maken? Nee, oké. Okay. Dus emotionele verwaarlozing zorgt tot motorisch gestoorde mensen. Wow, oké. Okay. En hij legt echt een hele sterke band tussen, zeg maar, dus inderdaad, je, je, je lichamelijke. Uh, mogelijkheden en zeg maar, het trauma dat je bent opgelopen. Dus daarom denk ik van ja. Het, het anders opnieuw bezig zijn met je lichaam. Is volgens, kan volgens mij wel een hele grote impact hebben. Uh, ja. Dus ik ben wel heel benieuwd naar, 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 naar wat dat zeg maar, teweeg gaat. Maar ik merkte het trouwens, ik heb gisteren gehad en ik werd echt heel, 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 heel chill wakker. Zeg maar, de afgelopen week, sowieso, twee weken heb ik dat veel gedaan. En ik merk mm. dat je minder geneigd bent om te piekeren. in je hoofd te gaan zitten en gewoon ja, maar je bent gewoon, je bent gewoon veilig en rustig. Want je zit gewoon. Je bent gewoon hier, zeg maar. Ja. ja, ja. Dat, ja nou, ik, ik vind toch, ik ben, ik ben benieuwd. Ik heb het nog nooit gedaan. Ik ga, ik ga het zeker een keer doen. Dat, uh, ik, ik, vond, ik, vond, ik, ik moet zeggen, die, die, uh, Andrew Huberman, die had een paar uh, uh, hele interessante uh, um, uh, tips. En die vond ik heel grappig. Omdat ik, uh, ik, ik had zelf, uh, ik doe dat al een tijd, dat ik soort van, uh, weet je, als je onder de douche staat, de ochtends gewoon die douche koud zetten. Hmm. En dan zit je gewoon nog twee minuten lang, ben je gewoon ijskoud water aan het douchen. Ja. En je. Koud. Weet je. En op een gegeven moment ga je, ga je anders ademhalen. Yeah, yeah. Maar het, wat hij dus zegt is van die um, als je korte, extreme stress ervaart, uh, 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 krijg je daarna een soort van extreme ontspanning. Hmm. En ik heb het ook, want ik, ik stap dan altijd onder de douche van en dan denk ik echt van. Wow, yeah. ja, zo dat was en ik ben dan ontspannen en dat duurt ook best wel lang dus en dat vind ik wel interessant want dat is natuurlijk heel erg van die van die wim van de kolk of wim hof of, wim, van kolk, <laughs> wim hof ja yeah. Bessel van de kolk yeah. nee wim hof die uh, die beschrijft dat ook heel erg inderdaad van uh, hoe hoe dat werkt en de andere die wat was nou die andere oh ja dat um, uh, hij, ik heb laatst heb ik een keer wel iets gehoord dat vond ik heel interessant dus op het moment dat je stress ervaart weet je en gewoon je hebt de druk op je werk weet je of je ervaart stress of je, je baalt van corona whatever weet je wat voor stress je dan ook ervaart dan maakt je lichaam dus adrenaline aan en cortisol maakt het aan en adrenaline wordt vanzelf op het moment dat weet je, de beer is weg... en je wordt weer rustig, dan wordt de adrenaline afgebroken. En het idee is dat de adrenaline neemt uh, de cortisol mee. Dat is tenminste hoe het werkt. Dus op het moment dat je lichaam adrenaline afbaalt... dan ook, wordt ook de cortisol weer afgebroken. Uh, maar als je chronisch stress ervaart, dus chronisch adrenaline... op een gegeven moment is je adrenaline op. Dus dat, als je bijvoorbeeld een tattoo uh, ooit hebt laten... dan weet je dat op een gegeven moment dan de eerste... Vier uur doet geen pijn en opeens is je adrenaline op en dan doet het fucking veel pijn mm. en omdat je de adrenaline zorgt ervoor dat je de pijn niet echt voelt en op een gegeven moment is hij op je lichaam is gewoon klaar ermee die heeft het niet meer en dan uh, ja dan moet je eigenlijk ook stoppen want anders ben je gewoon echt aan het lijden mm. maar dat, uh, dat is een goed voorbeeld van op een gegeven moment is je adrenaline op maar die cortisol die is er nog wel en als je adrenaline op is dan kan die uh, uh, je kunt die cortisol niet afbreken dus die blijft er zijn en um, uh, hij geeft in dat boek geeft hij een voorbeeld van, uh, een, van een van de Vietnam-veteraan. En die komt terug. En het enige wat hij kan doen om rustig te worden is heel hard en heel gevaarlijk op zijn Harley gaan rijden. Ja, ja. en ik, ik las dat en ik had echt iets van: fuck, dat is dat. Want ik heb recentelijk van iemand gehoord. Hoe dat werkte met die cortisol, die adrenaline. En ik wist dat niet. En um, uh, wat er dus gebeurde, hij is hard op die motor gerij, ervaart de adrenaline. De adrenaline neemt weer af op het moment dat hij stopt met motorrijden. En neemt zijn cortisolniveau uh, mee naar beneden. En daardoor is hij eindelijk rustig. Mm. En, dat, en ik heb het met, uh, als ik gestrest ben en ik ga sporten, dan ben ik ook vaak rustiger. Mm -hmm. Daarna weet je, net als een je, je denkt dan van, hé, hey, ik ben mijn energie kwijt, dat idee. Maar wat, je, wat er werkelijk gebeurt, is dat je je cortisolniveau naar beneden hebt gekregen, omdat je hebt even die adrenaline pompen en dan, mm -hmm. nou, dan stopt het weer en dan, uh, dan, dan is dat, dat level lager. En dat, dat, dat is waar die Andrew, Andrew Huberman is daar heel goed in. Die heeft allemaal dat soort tips en zo. en Dat, dat vind ik heel tof. Ja, ik ken dat ook niet. Of hij of Bessel van der Kolk schrijft er ook over of het adrenaline-cortisol-mechanisme of yeah. in de Hacking of the American Mind stond dat. Ik denk dat het, het daar, want hier ben ik het niet tegen. Uh, dat was het liefde dus. van het vorige boek. Dus ik heb ja. het ook pas sinds een maand of twee omdat het daarin stond. En ja, het is... Het hoeft ook niet per se yoga te zijn, volgens mij. Maar yoga heeft wel een combinatie van... en met je lichaam bezig zijn en op je ademhaling letten. Want dat is ook een ding, ook wat Wim Hof ook zegt, zeg maar. Ja. Je parasympathisch stelsel wordt geactiveerd... bij uitademing en bij inademing. En dat zorgt ook voor een bepaalde soort ontspanning. Dat doen nevisiels ook. Die hebben zo'n hele specifieke manier van ademhalen... om zichzelf rustig te maken in hoge stresssituaties. Okay. Dat is voor mij drie keer kort in en dan lang uit. Ja, ja, ja. Dat doen ze dan de hele tijd, zeg Maar dat is omdat ze weten dat het dus gewoon... Je lichaam reageert er ontspannend op. Vrouwen krijgen dat geleerd als ze gaan bevallen. Oh ja, ja, ook ja. Puffen ja, ja. Dus daarom zou yoga goed, zijn. want je hebt en dus een combinatie van ademhaling en lichamelijk bezig zijn. Maar ja, noemt ook bijvoorbeeld uh, kickboxing of uh, martial arts noemt hij ook. Want daar heb je ook een bepaalde motoriek voor nodig, En concentratie en lichamelijke bewustzijn. Dus dat is ja, goed. Dus als je, niet, als je niet van yoga houdt, zeg maar, dan zijn dat die dingen dus ook goed om te. te Tof te beoefenen ja. Nou vet. Ik vind het. Uh, ik vind het een fascinerend onderwerp. Ik. Uh, ik vind helemaal de uh, de wetenschap dat uh, de helft of twee derde van iedereen struggelt met angststoornissen. Mm -hmm. uh, er is een taboe. Laten we eerlijk zijn. Ja. Het is. Er is een taboe op op psychische. Uh, Trauma, whatever, mm -hmm. weet je. Iedereen denkt, oh, ik ben misbruikt door mijn vader al in een douche. Maar de, dat is niet wat het is, weet je. Het, is, het, het gaat alleen, over... Nee. Nou ja, goed, dat, dat zal ook in <laughs> ja. wat gevallen er aan de hand zijn. Maar trauma heeft vele gezichten. En dat, um, uh, het hoeft niet per se een verschrikkelijke gebeurtenis te zijn. Het kan een heel uh, uh, dreigend, ja. langslepend proces zijn geweest. Mm -hmm. En dat, dat, heeft onze, dat drukt zijn stempels op onze samenleving. Ja. En zeker de coronacrisis. Ja, en ik denk dus daarom ook, en dat is volgens mij ook wel wat ik uh, inderdaad wil benadrukken: inderdaad, van, ja, het heeft effect op alles om ons heen. En ik denk dat je niet over politiek of andere maatschappelijke ontwikkeling kan praten en dit niet, uh, uh, niet benoemen. En, het, ja, en ja, ik denk als mensen die. Uh, ik, ik, kan, ik vind het echt een topboek. Of de Bordekiepse Score of uh, Sporen... als je de Nederlandse ja. versie uh, liever wil lezen. Vet. Cool. Laten we doorgaan naar Julian Assange. Uh, de beste man zit natuurlijk al een eeuwigheid in. Uh, eerst in de, um, in de ambassade van wat was het, Ecuador, ja. volgens mij. Uh, in, in Londen. Toen is hij opgepakt. Uh, nu zit hij in Londen in de gevangenis. Nu wordt hij uitgeleverd aan Amerika. En wat ik zo fascinerend aan Julian Assange vind, is dat uh, de man is een journalist. Hij heeft natuurlijk Wikileaks, heeft hij uh, uh, ooit uh, opgericht. Mm -hmm. uh, daar zijn. Um ja, eigenlijk heel veel documenten uh, gepubliceerd die te maken hadden met de Amerikaanse inval in Irak en uh, uh, de misstanden die daar plaatsvonden, um, hij is in die zin naïef geweest dat hij dat onder zijn dat hij gewoon heel erg persoonlijk naar buiten is getreden als het gezicht daarvan, waar waar Snowden gewoon wist: van, ja, als ik dit doe, moet ik wegwezen mm -hmm. en uh, um, Assange heeft dat niet gedaan. Um, ik, 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 ja, ik, weet, ik weet eigenlijk niet eens. Waar. Het bizar is, hij is als journalist. Wist je dat Wikileaks de enige journalistieke organisatie is die nog nooit iets gepubliceerd heeft wat aantoonbaar niet waar was? Nee. Dus elke krant, tv, outlet, weet ik van wat, die hebben allemaal wel eens een keer iets gezegd wat niet waar was. Ja. ja, iets moeten. En Wikileaks nog nooit. Hmm. En ze hebben. Echt duizenden en duizenden artikelen gepubliceerd. Het is echt heel interessant. Dus dat uh, hij wordt nu uitge, uh, uitge, uitgeleverd aan Amerika. Wat, wat, wat betekent dat? Ja, ik, ik vind het. Ik zag een, een gezegde ergens voorbij. Iemand zei van ja. Het probleem met de case van Assange is dat uh, hij dus de waarheid. Vertelt als journalist, ja. Weet je, dat is, het is niet dat hij iets vertelt wat niet waar is. Er wordt ook niemand, ook de Amerikaanse regering, staat gezegd ook niet van dat was niet waar. Had dat gewoon niet moeten zeggen. Maar had gewoon niet moeten zeggen. En ja. je ziet dus dat een journalist wordt bestraft of vervolgd in ieder geval, of in ieder geval de poging daartoe tot het vertellen van de waarheid. Mm -hmm. en, in, in, uh, uh, en in Amerika zeg maar of overal zijn doen overheden het zeg maar, tegenovergestelde en daarvoor beloond. Zeg maar het is een hele nou ja, je ziet gewoon, uh, de, uh, ons kabinet betaalt influencers, en dat is een nieuw opverzoek uh, van Mark van de Vecht uh, uh, allemaal naar buiten gekomen. Um, onze, ons kabinet betaalt voor het verspreiden van misinformatie. En dat um, ja, dit is het tegenovergestelde. weet je. Dit is gewoon iemand die de waarheid publiceert. En ook nog eens een keer een waarheid die het daglicht niet kan verdragen. Ja, en ik denk dat het wel goed is voor mensen die. Uh, en ik denk dat de mensen die de podcast heel lang kijken, zeg maar, dit niet verbaasd over zijn. En snappen het belang van een vrije pers om je overheid te kunnen controleren en dus je vrijheid te kunnen garanderen. Uh, maar de mensen die dat, die dat niet snappen, moeten zich nu wel achter een oren gaan krabben van ja, wat, wat betekent dit precies? Weet je, als, dit, als dit niet meer, niet meer kan, ja. dan leef je dus niet in een vrije samenleving. En nee. volgens mij ja, en dat is een, een, wederom een, een eng uh, besef, maar wel hoe het is. Ja, we leven dus niet in een vrije samenleving. Wat gaat er Hij gaat uitgeleverd worden naar New York volgens mij. Uh, dat is een heel democratisch uh, bolwerk. Ja, dus als in, uh, uh, als in oorlogzuchtig ja, precies, ja. Uh, uh, de Clintons... Uh, ja. Um, ja, hij gaat, uh, weet ik veel, jagen de bak in. Uh, maar ja, voor mij had hij bijna 200 jaar wat, zeg maar. Um, hij komt nooit meer vrij. Nee, als, als, ja, als hij daarheen gaat, en er wordt, of dat gebeurt, dan dus, wordt, uh, tenminste, hij moet nog uitgeleverd worden. Uh, en hij wordt veroordeeld, dan ziet het er heel slecht uit. En het zag al slecht uit, want de berichten die ik hoorde van zijn uh, tijd, van na de... Uh, ambassade. Tijdens de ambassade was het al niet goed. Want je hebt ze natuurlijk in een soort van ja. isolatie. Uh, jarenlang. Vervolgens je, uh, werd hij um, opgepakt en echt in isolatie gezet. En zei zijn advocaat. dat hij gewoon zag dat hij, dat hij um, echt aan het aftakelen was. mentaal gezien. Ja. Dus hij werd al niet goed behandeld. Daar ja, dat gaat in Amerika alleen nog maar slechter gebeuren. Dus dat... ja. Nou, in Amerika zitten een aantal mensen. Uh, in de gevangenis. Uh, juist um, omdat ze. Eigenlijk vanuit het idee, um, ja, die, ze, omdat, omdat ze eigenlijk dachten dat ze het morele gelijk aan hun kant hebben en dat ze het idee, of eigenlijk dat, dat hebben ze ook, maar dat ze dachten dat dat gewicht met zich meebrengt, dat het mm. gewicht in de schaal ligt. Mm -hmm. En het grote probleem voor Julian Assange is dat hij heeft niet hele machtige vrienden en dat um, daar heeft Snowden heeft dat al, die heeft gezorgd dat hij een hele machtige vriend had, namelijk Poetin. Mm -hmm. Door uh, daar naartoe te verhuizen en een één grote middelvinger naar Amerika te zijn, door überhaupt daar te zijn. En ik denk dat Assange daarin naïef is geweest. Mm -hmm. Hij is naïef geweest hoe hij dit heeft aangepakt. En dat is het enige wat hem te verwijten valt. Mm -hmm. Want voor de rest, um, ja, dit is gewoon een journalist die de waarheid spreekt. Mm -hmm. ja, wat kun je zeggen? Ja, ik denk dat we moet het moeten eren. We eren hem ook. Hij komt voorbij in de trailer, zeg maar in de, in de intro van Wie uh, we Valentijn zit Oké. Okay. Uh, als een eerste act uh, verstopt. Vet. Um, omdat het ja, gewoon, het is denk ik. We hebben meer van dit soort mensen nodig. En het is echt, um, ja, ext extreem e ernstig en heftig dat dit, uh, dat dit zo uit gaat, gaat spelen. En ik hoop dat de mensen op tijd wakker worden, omdat er misschien nog iets gedaan kan worden, dat er misschien activisme in Amerika gaat plaatsvinden. Maar het ik gaat weet niet gebeuren. Ik, ik wil, ik wil hoop blijven houden. Ik Hij moet is. Hoop blijven laten we eerlijk zijn. Hij is niet een zwarte transgender nee, uh, nee, dat is vrouw. Ja, die, ja. Hij heeft de verkeerde nee. huidskleur en het is. Ja, uh, yeah, hij is fucked. Misschien dus 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 kan hij zich kortstondig zo identificeren en dan komt het allemaal goed. Uh, de jury. <laughs> Als hij nu. Nou, Chelsea Manning heeft uh, ja, is, precies, is ja. heel snel ja, ja. vrouw geworden. Ja. Dus uh, wie weet heeft dat er geholpen. Ik weet het niet. Dat is overigens wel, Die is al vrij volgens mij. Is die, ja, ik vergeet dat. Ja, die is niet, niet weer vast. De dag is vrij vast, vrij vast. Ah, nee, volgens mij is ik, ik weet het ook niet eerlijk gezegd, maar uh, maar goed. Um, in ieder geval, uh, uh, ja. Julian Assange uh, um, gaat naar Amerika. Het is, een, het is een grof schandaal. Het is eigenlijk alles wat er mis is met, um, met het democratisch systeem. Uh, ja, komt eigenlijk langs als je de zaak van Julian Assange bekijkt: de overheid is gewoon kwaadaardig. Um, en vooral de zeker in Amerika, weet je, de de, de het cor de corruptie daar is is echt ongekend. En dat uh, uh, dat zie je zoals dat zie je bijvoorbeeld aan hoe hij behandeld wordt daar. Dat uh, zo interessant trouwens nou, Chelsea Manning is vervroegd vrijgelaten, werd toen weer vastgezet tot maart 2020 wegens weigering tot getuigen in een zaak tegen WikiLeaks en Julian Assange. Oh, joh. Maar is dus nu alweer vrij. Ja, nou ja, ik vind dat opvallend: dat zij uh, nu niet meer vastzit. Dat, uh, dat is een dingetje. Nou goed, oké. Okay. Um, wat interessant is aan het hele democratische uh, um, verhaal: is dat. Um, de case van de benevolent dictator benevolent benevolent inderdaad de, <laughs> de goed wel we, we hoe vertaalt het op, aardige dictator ja uh, yeah, dictator als ja. als, als uh, alternatief voor een democratisch systeem we hebben hier vorige week hebben we, uh, besproken eigenlijk dat democratie uh, een terreur van de meerderheid is mm. uh, tegen de minderheid um, als democratisch besloten wordt dat iedereen um, die uh, uh, een podcast presenteert, uh, uh, een libertairs podcast presenteert, uh, onmiddellijk uh, uh, de bak in moet. Of naar die podcast kijkt, nou dan hebben wij met z'n allen een groot probleem. Mm -hmm. um, dan komt dus het verhaal van, ja, beter hè, kun je geen democratie maar een dictator hebben, maar dan moet dan wel een goede zijn. Ja. En ja, ja dat, ik, ik vond het interessant. Ik, ik kreeg nog dus een appje van de week van iemand van de LP en die zei. Uh, na het lezen van een boek, dat hij tot een inzicht gekomen dat misschien keizerrijken in. Uh, in zoals we dat kenden in bijvoorbeeld Oostenrijk. helemaal niet zo slecht waren, omdat. Uh, als je een dictator hebt en het gaat niet goed, dan is het heel duidelijk wie de schuldige is. Ja. Namelijk die guy die daar alles bepaalt. En niet een of ander. Uh, warrig, uh, ambigu systeem, politiek systeem of democratie. of wij zelf, omdat wij zelf hebben gestemd, we hebben er zo voor gekozen, whatever. Mm -hmm. uh, maar het is dus heel duidelijk dat. Wie, wie, uh, wie het zeg maar niet goed doet. Hmm. En voor mij was dat ook een beetje het idee vroeger, um, dat, je, dat, dat je wellicht die mensen makkelijker zeg maar, tot de verantwoording zou kunnen roepen. Of in ieder geval, je weet heel duidelijk wie je tot de verantwoording moet, moet roepen. Toen zei ik van ja, dat is inderdaad, uh, in binnen libertarisme wel een bekende discussie over de bene benevolent dictator. Uh, wordt ook vaak aangehaald, bijvoorbeeld in de relatie tot Liechtenstein, uh, waar je een, mon een monarch hebt, een koning hebt, die. Libertair gezind is en dus ook een heel vrije markt, samenleving ja. heeft uitgestort. Over Geen mondkapjes land. hadden ze. Geen mondkapjes en, nee. en maar veel minder regels en belastingen, überhaupt. En nou goed, dat zijn die dingen die wij uh, graag nastreven. En dan nou, ik ga er eens, eens induiken. En ik dook toen in dat verhaal over uh, de benevolent dictator. En in dat verhaal wordt ook vaak Chili aangehaald met Pinochet. En dat is. Maar sorry, is Pinochet, was hij een benevolent dictator? Nou ja, dat was dus, dat was dus de discussie, zeg maar. Uh -huh. En Hayek heeft daar, uh, uh, en Friedman heeft hebben daar dingen over gezet en gezegd. Yeah. Um, maar Pinochet is dus in, um, wat was het, eind jaren, begin jaren zeventig aan de macht gekomen naar een koep, mede mogelijk gemaakt door de CIA. Dat Tuurlijk. Volgens mij Welke is, dat, is koep, is niet mijn hoofd. Volgens mij is, dat, <laughs> is dat, een, dat een tautologie of een dat... contaminatie. Is altijd ja. zo dat dat. Uh -huh. uh, dat meet meetpaspoel bij gesponsord uh, bij de CIA. is uh -huh. dus ook de koep in, uh, in Chili. Van, uh, uh, dat was Salvador de Allende die daar aan de macht was. En die een socialistische, mar openlijke, marxistische gekozen uh, um, president ja. aan de kant gezet door de CIA. En uiteindelijk is die is een dictator, generaal Pinochet aan de macht gekomen, uh, heeft daar al een schrikpunt uitgevoerd, 40.000 mensen uh, vervolgd waarvan 4000 dood, waar de vader van. Maxima nog onderdeel van geweest is, zeg maar, was het, toch was het, nee, dat is Argentinië. Sorry. Ja, dat was iemand anders. Nee, sorry, ik maak het niet weer in elkaar inderdaad. Um, maar, die, um, uh, wat die, maar wat hij toen gedaan heeft, is, en dat, en, da, en dat vond Milton Friedman heel interessant, is dat hij als top-down man, als generaal, uh, mm -hmm. het, als militair heeft gezegd van we gaan vrije markt bottom-up initiatieven mogelijk maken. En dat was volgens hem een heel interessant. Experiment. Het, was, het was een dictator, hij heeft heel veel mensen vervolgd, en dat, dat, dat zijn dingen die hij natuurlijk niet wil. Mm -hmm. Maar hij heeft wel, zeg maar, de, 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 de nationalisatie van bepaalde bedrijven, heeft hij teruggedraaid. Hij heeft echt een heel klassiek liberaal, voor een, voor een deel klassiek liberaal, um, ja, misschien iets meer neoliberaal, want hij heeft bepaalde vrije marktprincipes doorgevoerd, maar ook heel veel protectionisme. Dus dat is dan weer, dat vind ik naar nou het neoliberaal. Dat je ja. Weer, je... Maar hij heeft ook, wat je zei, 40.000 mensen de bak ingeflikkerd. Ja, dus dat daar is, niet, is daar best wel heftig. Dat is een klassiek liberaal. <laughs> nee, aan, nee, dat natuurlijk. is gewoon heel dictatorachtig. Zeker, ja, maar, maar het idee, dus als je kijkt naar de, de, de zeg maar, het welvaart van het land. is Chili nog steeds een van de wel, meest welvarende Zuid-Amerikaanse landen. Uh, en ze hebben uiteindelijk, en dat is wat, wat Friedman dus zegt: van die dictator was slecht, maar. Doordat die dictator dus vrije marktprincipes heeft ingesteld en er dus ook een vrije marktbeweging op gang kan, is hij uiteindelijk is die weer afgezet ja. via het democratieproces. En hebben ze, die, hebben ze nu niet alleen economische vrijheid, maar ook politieke vrijheid gekregen. En hij zegt, dat is super interessant om te zien en de vraag is hoe dat doorzet. Nou, tot nu toe is het dus nog steeds een van de meest ervaren landen in, ja. um, in Zuid-Amerika. En je kunt zien aan Venezuela wat er gebeurt als die marxistische dictator niet wordt afgezet ja precies want dan nou goed dan, dan. Of, ik weet niet of of ik bedoel daar is dat zijn natuurlijk wel dat zijn geen dictators ofwel ze zijn nee ze zijn democratisch gekozen daarom ja, ja dat is geen ja. dictator nee oké okay, sorry nee maar goed dat die link ligt. hoe heet die guy daar nu in feite? is dat Maduro nog steeds nee die die was er nee nou goed whatever misschien wel um, wat ik interessant vind is uh, El Salvador mm -hmm. um, daar zit een Overigens, democratisch gekozen Um, premier, president. En dat is wel echt een El Presidente, weet je? Dat is wel echt <laughs> zo'n guy die zo'n wit pak uh, uh, um, gaat vertellen wat er allemaal moet gebeuren in dat land. Maar die heeft dus Bitcoin als uh, legal tender uh, geïntroduceerd, als wettig betaalmiddel. Um, wat ertoe gaat leiden dat zijn vrije markteconomie uh, heel succesvol gaat zijn. En hij gaat uh, waarschijnlijk een land besturen. wat op weg is om een van de rijkste landen van Zuid-Amerika. Midden Zuid-Amerika te worden. Terwijl het een heel klein land is. Uh, waarom? Omdat ze in zo'n vroeg stadium. Uh, ja, Bitcoin omarmen. Daar financiering in Bitcoin. en Bitcoiners naartoe trekken. en iedereen krijgt een paspoort. en weet ik veel. En het, het is een groot feest. Um, en in die Bitcoin community wordt heel erg gezegd. van ja, maar Bitcoin is niet om. Opgelegd te worden door een president, ik door een L-presidenten. Uh, misschien is het uh, iets wat gewoon bottom-up door mensen gebruikt moet gaan worden. Mm -hmm. En anderen zeggen van ja, misschien is hij wel een klassieke uh, totalitaire overheidsfanaat, maar hij introduceert wel vrij. En dat is denk ik een beetje het Hayek-argument uh, met Pinochet geweest. Een soort van aan het eind van de rit is de uitkomst positiever. Dan als je dat niet had gehad. Mm -hmm. En in Pinochet's geval is het natuurlijk vervelend voor die 40.000 mensen die vastzitten. En voor mij is dat onvergeeflijk, want dat is ook waarom ik tegen de doodstraf ben, of weet ik veel wat ik bedoel. De overheid is niet in staat om uh, als een soort. Uh, om God te spelen, als het ware. dat kunnen ze niet. Ehm. Um, maar het is een interessant gegeven. Mm -hmm. Een soort van: als je aan het eind van de rit de balans opmaakt, was het meer goed of was het meer slecht? En als je kijkt nu wat er in Venezuela aan de hand is, dat is hoe slecht eruit ziet. Weet je? En dat is hoe bittere, bittere armoede eruit ziet. En als je kijkt naar Chili, dan denk je van ja, dat is toch wel nu een heel welvarend land. Waar niet meer 40.000 mensen in de bak verdwijnen. Um, ja, Jesus, is dat hoe je daar moet komen? Wat een toestand. Ja, precies. En dat is dus <laughs> de. de, de soort van uh, duivels dilemma want alles in me scheelt van nee geen dictator want het is de ultieme vorm van centralisatie waarbij je één persoon alle macht geeft en dus heel veel problemen over je kan afroepen mm -hmm. maar wat, wat als je iemand wat als je dat in Nederland iemand zou kunnen krijgen die waarvan je weet die gast is gewoon 100% libertariër. gewoon zeg maar dus mm -hmm. dan, dan ja misschien dat je veel sneller al je punten erdoorheen krijgt uh, dan wanneer uh, ja, maar het, ik denk eigenlijk het probleem. Het is de tegenstelling tussen top-down bottom mm -hmm. en bottom-up. En ik vind dat het libertarisme en daarom maakt libertarisme in de politiek geen sens, omdat het libertarisme en vrije markt moet bottom-up ontstaan. Mensen zijn vrij om met elkaar te communiceren. Te handelen, uh, uh, weet je, een financiële of een economische transactie is een vorm van, van, van informatieuitwisseling. Vrijheid van meningsuiting, dat moet uh, uh, de basis zijn van hoe dat opborrelt. En als je denkt van ja, ik ga dat. Opleggen van bovenaf, dan krijg je het grote probleem dat niet iedereen het ermee eens is, niet iedereen de voordelen van ziet, er een gevaar in ziet en je dus een soort strijd krijgt. en Dan het weet heb je 40.000 man in de bak gegooid. <laughs> Want ja, niet iedereen gaat het daarmee eens zijn. Terwijl als dat bottom-up opborrelt, dan zie je gewoon van: hé, hey, mijn buurman, die is vrij aan het handelen met, met de buurman naast hem en ze worden er allebei uh, beter van. Hé, hey, weet je wat, fuck het, ik ga meedoen. En zo moet je het leren, zo moet je het doen. Je moet eerst zien van hey dit is een goed idee en dan ga ik dat doen en dan voor het wij doet iedereen het in plaats van dat iemand zegt van en nu gaan we allemaal links of nu gaan we allemaal rechts weet je en ja weet je maar het... nu zijn jullie allemaal vrij ja nu zijn jullie allemaal vrij wat wil jij niet ik... vrij zijn hop de bak ja <laughs> ja. Ja, ja, ik, ja ik denk ook niet dat dat uh, dat het werkt, maar blijft maar aan de andere kant denk ik ook bij mezelf van ja maar de overheid gebruikt nu geweld jegens haar burgers. Maar dat, dat, dat het, het probleem... ...wat het, het monopolie van geweld oplost... Mm -hmm. ...dat is waar het om gaat. Ja. Dat is het fundament. Dus als je zegt van ja... Um, ...als mensen zichzelf gaan organiseren... Gaan ze hoe dan ook hun veiligheid organiseren. Mm -hmm. En dat betekent dat er iemand naar voren moet stappen en zeggen: van nou, oké, okay, laat mij dan maar uh, 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 die veiligheid uh, uh, verzorgen. Uh, maar dan wil ik wel een monopolie op geweld hebben. <laughs> ja. En dan ga je, doei, laat het je, weet je. Dan, dan heb je weer je, je, uh, je dictator. Ja, maar, maar ook op het moment dat je nu dus zeg maar. je hebt nu een samenleving bij de overheid geweld initieert jegens haar burgers. Want als jij niet doet wat zij willen, dan moet je de bak in, moet je geld betalen. Alle, ja. he, allerlei hele vervelende dingen. Dus in hoeverre zou, het, zou een koep gerechtvaardig zijn? Ik maak nu nog meer vrienden bij de IVD-kijkers. Uh, <laughs> uh, leuk ja. dat je weer kijkt uh, naar onze ja. aflevering, uh, de volgende fase van hmm. <laughs> het destabiliseren van Nederland. Een koep, zeg maar, omdat je jezelf verdedigt tegen het geweld van de overheid. En dan zegt, we gaan niks voor in de plaats doen. Ja, maar omdat ik denk op dat niveau, je gaat niet winnen. En zelfs als je wint, word je onderdeel van het nieuwe probleem. Hmm. Het is, maakt het werkelijk uit of Rutte daar zit, of uh, Baudet, of Wilders, of uh, uh, Jessa Klaver, whatever. Het maakt geen dommer uit. Het is het systeem. Hmm. En het systeem verander je niet. En je kunt vechten met elkaar. Gaat, nee, ik denk het niet. Omdat je. je, je, je weet je, je, je kunt wel. Misschien als je er goed in bent en je slaagt erin om dat systeem helemaal in je hand te zetten. En dan zul je misschien een paar goede beslissingen maken. Maar aan het eind van de rit, uh, het idee dat die beslissingen vanuit een overheid komen. Um, Maakt ze waardeloos. Dat klinkt heel stom. Ja, daar, dat is waarin ik niet in politiek geloof. Mm. En dat is het lastige. Omdat ik nou, daarin staan we misschien anders. Weet je? Want ik vind namelijk ook dat je, je moet in die Tweede Kamer terechtkomen. Omdat je moet een poging wagen om van binnenuit dat systeem te veranderen. Mm -hmm. Maar ik denk. En ik weet het niet zeker, maar ik denk dat we allebei weten dat het uiteindelijk aan het eind van de rit niet mogelijk is. Omdat zelfs als je daar in de top komt. Hoe sterk moet je in je schoenen staan dat je nee zegt tegen Shell en DSM. <laughs> en uh, weet ik veel wat voor grote bedrijven er allemaal belangen in Nederland hebben. En uh, heel graag dit willen of dat willen. Of uh, weet je wat, als jij nou zus of zo. En dat is hoe die, hoe die, hoe die corruptie ontstaat. Weet mm. je? En dat gebeurt nu op, op Europees niveau zelfs. Dat betekent dat het echt, het gaat echt om heel veel geld. Weet je? Dus die, die belangen zijn zo, uh, die zijn zo sterk. Dat Nederland, wat toch altijd... Um, een redelijk liberaal land was, is nu Onderdeel van dat systeem geworden. De ruttes en, en daarvoor misschien wel banken en dan weet ik wat. Al die mensen die hebben ervoor gezorgd dat Nederland is uitgeleverd aan die commerciële belangen. En weet je, de opkomst van clubs zoals het World Economic Forum, zijn daar een, een, een onderdeel van. Mm -hmm. Maar het feit dat Europa op deze manier georganiseerd is en dat je geen democratisch gekozen uh, uh, parlement in Europa hebt, dat geeft al aan eigenlijk van ja, we hebben hier te maken met een vorm van corruptie die Nederland overstijgt. Mm -hmm. Ik bedoel dat is niet meer te de enige kracht die daar tegenover moet staan is de kracht van bottom up van mensen die vrijheid ervaren en die uh, je hebt zo'n gezegde en dat is um, uh, incentives uh, uh, zijn sterker dan regels en dat idee is soort van ja je kunt alle regels opleggen van de hele wereld maar als mensen een incentive hebben om iets anders te doen gaan ze iets anders doen mm -hmm. en dat ik denk dat dat Uiteindelijk de dynamiek is waarbij de samenleving gaat veranderen. Omdat mensen de incentive hebben om daadwerkelijk vrije handel met elkaar te drijven, om vrij te zijn, om vrijheid van meningsuiting uh, toe te juichen. En dat ze van Facebook en Twitter en YouTube afgeknald worden. Zo uh, so be het, weet je, lekker belangrijk. Mm -hmm. Maar, maar die, die incentive, die economische incentive, die gaat zometeen heel sterk zijn. Vooral omdat top-down er chaos en ellende en schaarste wordt gecreëerd. Mm -hmm. uh, dus dan Komt het antwoord altijd vanuit de onderkant? Nee, ik denk het ook en ik denk ook dat inderdaad de bewustwording en het laten zien wat vrij vrijheid kan doen inderdaad het belangrijkste en daarom de podcast ook dat betreft zeg maar misschien wel invloedrijker is dan zeg maar een politieke beweging of een politieke partij. Ja. Desalniettemin wil ik wel proberen de 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 Verleiding van Unilevers en dat soort luiden weer staan. Ik heb acht jaar voor de gemeente Amsterdam gewerkt. En ik merk dat ik steeds niet mee ben gegaan in de onzin die, ze, die ik vaak voorbij zie. Ja. Ik, denk van, ja, ik, ik geloof er gewoon niet in. Ik dus zit nee. gewoon zo inherent niet in mijn systeem om dat ja. te geloven. En ik denk wel dat dat precies is wat trouwens wat het probleem is bij de mensen die er nu zitten. Is dat de belangen vanuit Europa gaan voor, vanuit het WEF en vanuit andere lobbyclubs, waardoor mensen geen beslissingen durven nemen. Ik denk dat ook met, ik denk bijvoorbeeld ook met legalisatie van, uh, van drugs van wiet, bijvoorbeeld, hebben we het vorige keer over gehad. Dat dat ook. Ja. Vanuit druk vanuit Europa en de rest van de wereld, zeg maar in Nederland, niet verder gaat dan, dan dat Dat mensen die keuze niet durven te nemen. Want dan heb je België en Frankrijk en Duitsland, zeg ja. Maar dan gaat al dat spul over de grens als jij het legaal gaat, gaat delen. dat soort dingen. Ik gebeurt, weet het wel de nu is. Er, er is er namelijk een nieuwe beweging. Dat is waarom in Amerika overal uh, drugs wordt gelegaliseerd, mm -hmm. of in ieder geval uh, uh, in ieder geval wiet wordt gelegaliseerd. Dat is dat er een, uh, ik weet niet of je dat gezien, hebt, maar die Harari. Die heeft een toespraak gehad. Harari is die schrijver. Ik ben even. Zijn, hij schrijft allemaal van die futuristische boeken over hoe de samenleving er in de toekomst uitziet. <middellij> en hij is een van de grote. Uh, invloed, uh, mensen die invloed hebben op bijvoorbeeld Klaus Schwab ah. en op de, de agenda van de World Economic Forum. Hij praat ook vaak daar. En hij, um, uh, hij heeft gezegd van, uh, hij, is, uh, hij is een hoe heet dat een Malthusian, uh, dus iemand een aanhanger van Thomas Malthus. Uh, zij geloven dat er zijn economen, ze geloven dat er maar een x aantal mensen op de hele wereld uh, uh, sustainable kunnen leven en mm. de rest moet eigenlijk moet weg. De, de fixed pie fallacy, fallacy. Uh, dat, dat idee en dat is zoiets. Um, maar hij heeft dus gezegd: van nou, er is eigenlijk maar plek op deze aarde voor 2 miljard mensen. Die kunnen werken, die kunnen iets productiefs toevoegen. En de rest, nou, die moeten maar videogames spelen en drugs gaan gebruiken. Dat is eigenlijk een beetje de oplossing die hij voor ogen heeft. En de metaverse. Ja, ja, nee, maar serieus. Maar serieus, er is een, er is een politieke stroming. die juist allemaal, maar ook videogames, uh, 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 in dat de metaverse, maar ook uh, uh, het legaliseren van drugs, is daar een onderdeel van. Weet hmm. je? En. Ja, goed binnen die gedachte, een soort van oké, okay, die mensen gaan geen productief deel meer uitmaken van de samenleving, laten we ze maar uh, verdoven en videogames laten spelen. <laughs> ja. De hele dag ja, brood en spelen. Weet je, het is al zo oud als de tijd van de, uh, van, van de Romeinen. Romeinen. ja, en het ja. wel interessant dat ze dat stellen dat, dat dat 2 miljard de max is, terwijl we toch al redelijk wat jaren op de 7-8 miljard uh, zitten. Hoe ik af wat, wat dat idee dan uh, ja. Uh, ja, goed wat weet je wil, die mensen zijn natuurlijk vol of komen af, Ja. ja. <laughs> <Daarom>. <laughs> Goed, um, misschien moeten we daarbij laten vandaag. Ja. Dit was een, uh, dit was een uh, speciale uh, soort van uh, Viva Valentine... met veel aandacht voor uh, Bessel van der Kolk. Um, heb je nog een link naar het boek op, uh, in de show notes? Waarschijnlijk wel. Te. Heb ik vorige keer gedaan, dat zal ik nu weer doen. Ja. Oké, okay, top. Nou, bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. Uh, vergeet niet te liken en te subscriben uh, op het YouTube-kanaal... en anders uh, een review achter te laten in je favoriete podcast-app. Daarmee support je ons. Tot volgende keer.